Ahoy, lieve jij, welkom op mijn vlog De Heilige Bron. Vandaag hebben we het over dit leven als Kambo-ceremonie. Of als Jopo, of als een ayahuasca-ceremonie. Een korte bewustwording. Op het moment dat je het leven op een andere manier gaat bekijken, spiritueel gezien, en dit is maar een hele kleine momentopname is van datgene waar je denkt in te zitten, en je ziet het leven als een Kambo-ceremonie of als een ayahuasca-ceremonie, moet je dan eens voorstellen dat je dit hele leven voorbij bent en dat je dit fysieke lichaam verlaat en dat je dan wakker wordt en dat je dan zegt tegen jezelf, zo, dat was een heftige Kambo-ceremonie of dat was een heftige ayahuasca-ceremonie. Heb je wel eens zo realistisch gedroomd dat je bijna zeker bent dat je niet aan het dromen bent? Of dat je droomt in een droom? Wie zegt dat dit, deze bewustwording, ook niet een droom is? Dat dit waar je je nu in bevindt, wel de werkelijkheid is? Wanneer je wat dieper met jezelf aan de slag gaat, dan komen er momenten voorbij dat je bij jezelf denkt van, is dit misschien de dood en ga ik hierna weer leven? Dit is wat er regelmatig voorbij is gekomen in verschillende ceremonies, verschillende plantceremonies. Ook een moment dat ik heb ervaren in de Kambo waarin ik niet naar het toilet, niet hoefde over te geven. Wel een pittige Kambo was, zo voelde ik dat ook. Ik ervaarde ook dat het heftig binnenkwam. Maar in dat moment, vanaf dat de eerste paar minuten dat de Kambo binnenkwam, werd het donkerder, donkerder, nog donkerder. Werd het zo in en in zwart. Dat ik in eerste instantie hoorde ik mijn ego denken van, wow, dit is wel heel donker. Gaat dat wel goed? En toen hoorde ik mijn innerlijke zelf zeggen van, dit is precies wat je nodig hebt. En toen ben ik daarin gegaan en het enige wat ik me toen nog kon bedenken, maar ik denk dat dat achteraf was, dat ik dat heb op die manier heb kunnen vertalen, is dat het zo fijn was dat alles uit was. Ik had geen negatieve, geen positieve gedachten. Alles was alleen maar nu. En in dat nu-moment heb ik zo een intens verdriet losgelaten. En ben ik daarna lekker op mijn bedje gaan liggen. Heb ik dus niet overgegeven. Ben niet naar het toilet gegaan. Wat 95% plus van de gevallen wel zo is. En ik werd wakker en ik voelde me zo fijn. En ik heb in zo'n fijne energie gezeten. Ik heb daar zo'n intense verdriet mogen loslaten in mijn ervaring op dat moment. En daarin besefte ik me dat ik terug was alsof ik uit een droom stapte. Waarin ik, wat ik ook nu merk, ik neem een aantal paddenstoeltincturen en waarvan ik eentje 's avonds neem en daar slaap ik zo diep en intens op. En dat combineer ik met een druppeltje CBD-olie. Zo, dat is echt de ultieme slaap. En daar merk ik ook dat ik steeds dieper droom en dat ik ook bijna lucide kan dromen. Waarbij ik echt ervaar dat ik in de droom mezelf kan bewegen of kan manifesteren. En dan word je wel eens wakker met het hele idee van, wat is nu de werkelijkheid? En is deze werkelijkheid met dat wat ik zie en dat waar ik in kijk, in mijn camera en de microfoon en allemaal lichten? Ik denk van ja, dit is ook een hele mooie droom. En op het moment dat je dus iets akeligs tegenkomt in je leven, of iets wat een beetje tegen zit,
ja, dat is dan wel een hele mooie uitdaging. Want wanneer je straks dit bewustzijn verlaat en je dus werkelijk wakker wordt, dan denk je, wauw, dat was een mooie ceremonie. Mijn naam is Denden, dit is de Heilige Bron. En wil je meer weten over mijn belevingen met plantmedicijnen, diermedicijnen, maar ook andere bewust voor dingetjes? Doe dan abonneren hier onderaan. En klik even op die bel, dan krijg je een pop-upje op het moment dat je precies wilt weten wanneer ik weer iets plaats. En ik heb nu al aardig wat vlogjes hiervoor, dus ga ze eens bekijken als je dat nog niet gezien hebt. En dan hoor ik graag wat je daarvan vindt. En binnenkort, heel snel meer, met ook een podcast, De Heilige Bron. En als je daar wat meer over wilt weten, zoek dan De Heilige Bron op de meeste podcastplatformen. Wanneer je daar meer over wilt weten, zoek dan De Heilige Bron op de meeste podcastplatformen, waaronder Spotify en Apple Podcasts. Dus dan kun je op de meeste apparaten mij vinden. En onze podcast die eraan gaat komen. Ik zeg tot een volgende keer. Aho en in Lakesh Alakin. En ik zie je graag de volgende keer.